Hallo. Wat doen wij hier allemaal, hè? Zo'n leuke dingen gekocht. We hebben net geshopt. En het is echt zo leuk. Kom op. Deze trui, hoor. Die is zo leuk. Maar roze is ook zo goed. Oké, wacht. Film even wat ik heb gekocht. Ik denk dat hij wel gaat lusten. Oké, ik heb dit blouseje. Zie je het? Ja. En dan is het tas. Zo cute. Komt hij even op de bank erbij? Oh ja. Laat jij het even zien. Dat is wel leuk, toch? Zo'n mooie kleur. Ik hou gewoon van dit. Echt anders. Echt heel leuk. Oké. Hoi. Dit is eigenlijk mijn allereerste videodagboek. Dit is ook mijn allereerste telefoon. Ik heb hem net gekregen voor mijn verjaardag. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Eerst wil ze dat eigenlijk niet. Zal ik dat dan even filmen voor je? Ja. Oplet. Eerlijk, mijn ouders zijn ook best wel erg tegen schermpjes. Ik bedoel, ik hou heel erg van ze. Alleen, soms kunnen ze ook wel een beetje wappies zijn. Oh, papa, kom erbij. Kom, we maken een foto. Ja, kan dat ook? Ja. En dat birthday op de achtergrond, ja? Oké. Okay. Oh, wacht. Kijk, dit is Charlie. Mijn beste vriend. Hey. En, oh, kijk, dat zijn mijn rolschaatsen. Ik ga echt iedere maandag en vrijdag naar de rolschaatsclub. En weet je, het leukste is, het voelt dan alsof je gewoon aan het dansen bent. Maar ja. Ik mag van mijn ouders maar een uur per dag op de telefoon. En verder mag ik er alleen mee bellen. Ik heb ook geen Instagram of Snapchat. Maar dat is eigenlijk voor nu ook wel oké. Ik heb niet echt klasgenoten waar ik foto's mee deel. Dus dat. Kijk, Charlie. Het is de camera. Kijk. Hoi, ik ben Femke. En welkom bij deze vlog. Ik ga even mijn camera aan jullie laten zien. Oké, hier heb ik mijn bureau. Oh, hij is echt heel erg aan het roepen. Daar moet je niet op letten. En dat ben ik. Hoi. En dit is mijn vlogcamera. Kijk, dit waren ik en Tabitha en Lauren op haar verjaardag. En hier werd Tabitha 16. Ja, ze is blijven zitten in de tweede. Maar nu zitten we samen in de klas. Echt heel erg leuk. Ik heb het super leuk met hen. Fem, snel. Daar gaat die lelijkerd. Kijk haar. En ik heb vanmiddag samen met hun een blouseje gekocht. En ik ben er echt zo blij mee. En dan hebben we zo'n goede smaak. Het is echt niet normaal. Kijk, dit is het blouseje. En ik denk dat zonder hun de middelbare echt zo saai had geweest. Maar ik ben zo'n loner als Nona. Ik weet het, dat is zo saai. Echt, hè? Hij bedt al. Oh my god. Nona. Nona. Nona, kijk eens. Nog even. Oh my god. Ik probeer altijd wel aardig te doen en zo. Maar ze doet nooit aardig terug. Ze geeft altijd echt zo'n blik waar ik vet ongemakkelijk van word. Maak even een foto. Ja, voor Instagram. Of een filmpje. Ja, is goed. Zo'n boomerangje. Hey Noon, kom je ook even een selfie maken? Kom, ja, kom dan. Ja, schiet op. Kom. Ja, sommige mensen zeggen dat ze autistisch is. Misschien. Ik vind het maar zielig. Het is ook niet heel knap of zo. Kan je toch wat aan doen? Jee, wat lijkt ze heel erg fijn. Godverdomme. Ja, het begon erbij toen Laura vertelde dat haar broer een oude telefoon te lenen had. Toen had ik echt de ultieme grap bedacht. Oké, zoek iets engs, man. Gewoon iets waar ze echt in schrikt. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Hier gaat ze echt bang van worden. Ze gaat echt bang worden als ze dit ziet. Ik vond het wel een beetje heftig en best wel spannend. Want wat als Nona echt zou schrikken? Of dat ze erachter zou komen dat wij het waren? Volgens mij is dit de enige plek waar mijn ouders me niet kunnen horen. Gisteren
Gisteren ben ik ergens van geschrokken. En als mijn ouders te weten komen, dan mag ik nooit meer van ze op mijn telefoon. Maar... er is iemand die me berichtjes stuurt. Enge berichtjes. Het begon na school. Ik kwam thuis en ik zat een foto te maken. Toen ik een berichtje kreeg. Het was iemand met een heel erg creepy gezicht. En hij praatte echt heel erg naar. Ik wil iets doen. Maar wat? Ik heb vannacht de hele nog wakker gelegen. Ik ben bang dat er ingebroken wordt. En dat hij Charlie... Maar wie doet zoiets? En hoe kan het dat iemand zo over mij weet? En wat... Nora. Aan de ene kant dat ik het ook spannend vond ik het ook wel weer leuk. Maar ja, Tabitha vertelt dat ze dit soort dingen vaker deed. En dat niemand er ooit is achtergekomen. Ik wil gewoon niet dat mijn vriendinnen denken dat ik stom ben. Ik vond die grap over die konijn echt niet leuk. Maar ik heb dat natuurlijk niet tegen ze gezegd. Ik wil gewoon dat het snel ophoudt. Heb iets gedaan. Gisteren werd ik weer door die man geappt. Alleen... dit keer was het anders. Hij wilde dat ik dingen deed. Ik moest het geld steven van mama en papa. Tuurlijk wilde ik dat niet. Ik weet dat mama veel moet werken voor haar geld. En wat nou als ze me zouden betrappen? Maar ik moest wel. Ik wachtte totdat ze sliepen. Toen heb ik wat uit mijn portemonnee gepakt. De man wilde dat ik het zou achterlaten op de afgesproken plek. Toen ben ik echt heel erg snel naar huis gegaan. Ik was echt bang dat hij in de struiken naar me keek. Vandaag heeft hij me weer een nieuwe opdracht gestuurd. Ik snap het gewoon niet. Wanneer houdt hij nou op? Ik wil het gewoon aan iemand vertellen. Maar wie? Misschien een mentor? Of de meiden op school? Femke en haar vriendinnen, die de laatste tijd best wel aardig tegen me zijn. Alleen wel als hij erachter komt. Dit is echt veel te ver gegaan. Ja, ik, Tabitha en Laura dat gingen afspreken gisteren. Natuurlijk gingen we weer Nona appen. Ik vind het helemaal niet meer grappig. Ik vind het wel zo raar. Ik moet aardig doen tegen Nona in de klas. Of nou ja, dat moet van Tabitha, omdat ze misschien anders ons verdenkt. Ik vind het maar vreemd. Ik kreeg opeens de telefoon in mijn handen geduwd. Oké, zeg jij eens wat. Kom op!
wou dat ik iets ging verzinnen. En ik bevroor. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest schrijven. Dus ik schreef maar het eerste wat in me opkwam. Stil geld van je ouders. Ja, Tabitha en Laura vond het echt een perfect plan. Oh my god. Nooit heeft het echt gedaan. Is echt. Hij is echt. Mag ik? Oh my god. Oh my god. Oké, maar ze moet wel meer gaan doen nu. Sowieso. Nou, dat gaat wat te ver. Nee, sowieso. Hoe bedoel je nou, het gaat te ver? Ja, dat kan je niet maken. Moet ze nu gebruik van maken ook? Toen ze zag dat ik twijfelde, werd ze echt boos. Ze begon opeens de schuld op mij te gooien en... Ze zei dat ik misschien geschorst had kunnen worden. Of misschien opgepakt door de politie. Is dat echt zo? Kan ik echt worden opgepakt? Ik weet niet wat ik moet doen. We worden vandaag allemaal in de pauze. Ik wist wat Tabitha en Laura hadden geschreven, maar ik had niet verwacht dat het echt zou gebeuren. Nou ja, dat hoopte ik. Ging wel, denk ik. Zo slecht. Voor mij ging het op zich wel goed. Ik heb echt een onver... Oh my god, no way! Kom, 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 kom! Loop door, loop! De brandalarm ging af in de pauze en ik hoorde van iedereen dat er brand was in het wiskundelokaal. En daar was Nona. Ze heeft alle wiskundetoetsen in de fik gestoken. Kijk! Oh my god! Oh my god. Jongens, misschien moeten we nu wel even stoppen. Nee. Jawel, dit is toch grappig juist? Dit kan niet. Dit is kapot grappig. Dit is toch leuk? Vet zielig. En ze was ook helemaal van streek, want ja... De conciërge kwam haar halen. Ja, en natuurlijk moest Tabitha me weer overal de schuld van geven. Jij lacht ook gewoon, hè? Ja, toch? Helemaal niet. Helemaal wel. Ze zei als iemand iets zou zeggen dat we dan allemaal geschorst werden. Ik vind het helemaal niet meer spannend. En ik vind het ook helemaal niet meer leuk om voor haar cool te doen. Want wat ze nu heeft gedaan is ook niet cool. Hey. Ik heb al een lange tijd niet meer gepraat. Ik had geen telefoon meer. Ik ben ook al eigenlijk heel lang niet naar school geweest. Ik durfde niet meer zo goed. En het leek mama en papa ook beter als ik een tijdje niet meer ging. Na die brand ben ik met de mentor gaan praten. Ja, het kon me echt niks meer schelen. Dit moest stoppen. Ze had wel heel veel vragen en zo, maar ze was vooral blij dat ik het vertelde. Mijn ouders zijn het ook te weten gekomen, maar nou, ze waren wel een beetje teleurgesteld in mij. Maar ja. Het bleken Femke en de vriendinnen te zijn, die al die tijd tegen me hadden gelogen. Papa vertelde wel dat ze direct straf hebben gekregen. Zelfs de politie deed later onderzoek. Tabitha, die is definitief geschorst. En ze moet ook naar een andere school toe. En Femke en Lauren, die moeten nog echt heel erg lang corvée doen. Femke heeft na afloop wel nog sorry tegen me gezegd. Ik heb Tabitha en Laura ook niet meer gesproken. Tabitha is vooral boos op mij. Ja. Ze heeft ook heel veel gezeik gekregen met de politie. En ook al vond ik het ongemakkelijk, ik heb wel gewoon sorry gezegd tegen Nona. Sinds alles wat er is gebeurd, ben ik gaan praten met iemand die me kan helpen. Dankzij haar weet ik dat niet alles mijn schuld was. En hoe ik online voorzichtig kan zijn. Ik mag van mama en papa ook eindelijk weer op mijn telefoon. En ik spreek nu soms af met Femke, nadat ik met haar, Lauren en Tabitha en de mentor een gesprek heb gehad. Ik ben er ook achter gekomen dat ze echt heel veel spijt heeft van wat ze heeft gedaan. En ze is eigenlijk ook echt een stuk aardiger dan ik dacht. Tada!
Hoeveel kleding hebben jullie gekocht? Heel veel. Leuk. Ik heb laatst iets gedaan wat echt even nodig was. Hashtag apenpoeken. Ik vind echt iedereen in mijn klas leuk. Of nou ja, bijna iedereen.